Cashmere Wright is de held van de avond. Na een moeilijke start in de playoffs lijkt hij weer helemaal de oude. My legs are back under me and it's just a great feeling to feel how I feel right now. En bij Flames zagen ze het al aankomen, want Wright sprak tegen zijn coaches de volgende woorden voorafgaand aan de wedstrijd. Ik ben helemaal goed, ik voel me helemaal goed. Je hoeft je geen zorgen te maken. De overwinning zit in de knip. I feel like I felt early in the year. So it felt kind of good and I knew I could walk in there and tell him with confidence that you know I got it. Ja, hij zat natuurlijk een tijdje minder goed in zijn vel. En als hij dan zo vrolijk binnenkomt en hij moet natuurlijk wel iets laten zien. Dacht ik van, en hij kan het ook, hè? Dus je weet dat hij het kan. Dus toen jij me dat voor de wedstrijd vroeg, toen vertaalde ik dat ze van hij heeft dan aangekondigd, dus hij gooit er 30 in. Het wordt een heet avondje in Martini Plaza voor bijna 4000 toeschouwers. Toch begint het moeizaam voor de Groningers, want Ty Wesley is erg sterk in het begin. Hij krijgt ook veel ruimte en is in totaal zelfs goed voor 22 punten. Aan de andere kant is Arvin Slachter goed bezig voor de Groningers. Hij benut 3 van de 4 driepuntspogingen. Maar de grote Ty Wesley blijft een plaag voor Flames. En Ross Beckering heeft hem niet goed onder controle. Maar even later doet Beckering dit wel goed. Namelijk de assist op Jason Dorisseau. En die maakt dat prachtig af. En ook deze drie punten van Quentin Pryor gaat er heerlijk in. En de beste man bij Flames laat pas vlak voor rust zo'n kunstje zien. Mooie drie punten en bij rust staat het 45-41 voor Flames. En de supporters hebben plezier. Kort na rust deze snelle actie, die eindigt bij Beckering en die maakt het prachtig af. Direct daarna snelle uitbraak van Flames, Wright op Dorisseau en Flames loopt uit. Dan breekt ook de periode Wright definitief aan. In totaal maakt hij 5 driepunters. Hij heeft veel zelfvertrouwen en durft vanuit alle hoeken en afstanden te schieten. En ook deze is erg mooi, van heel erg ver, alsof het niks is. Aan de kant van Den Bosch heeft men nog altijd Kees Akerboom, die ook weer goed is voor 21 punten. En ook deze is erg mooi, heel erg snel geschoten, maar loopzuiver. Flames heeft dus nog steeds last van hem. Maar de beste remedie is Cashmere Wright, die niet alleen drie punters maakt, maar ook naar de basket komt met veel lef en succes. Maar tegen het einde van de wedstrijd, dit moment, de actie naar de basket en hij lijkt zich te blesseren aan zijn pols. Hij heeft erg veel pijn, dus komt ook fysiotherapeut Edwin Keizer erbij. En Wright gaat dan ook onder applaus van het veld en het lijkt dan ernstig. Yeah, it hurt. But at the end of the day, I can't let my teammates down because I know they won't let me down. Wright speelt de wedstrijd wel uit, maar Greg Osaikiuowen niet. Hij verdraait zijn knie en wordt van het veld geholpen. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is, want hij wordt morgen pas in het ziekenhuis onderzocht. Wright maakt zijn laatste scores vanaf de vrije worplijn en dan krijgt Anjo Mekel zowaar gelijk met zijn voorspelling. Alhoewel, bijna, want Wright maakt niet 30 punten, maar 31. Ja, hij had gewoon die vrije worp expres moeten missen, maar hij luisterde niet. Ik zei, doe dat nou, maar eigenwijs en doet hij niet. Ja, laat hem toch lekker eigenwijs zijn, zou ik zeggen. Vind ik ook. Als hij dat de volgende wedstrijd ook doet, dan mag hij wat ons betreft zijn eigenwijs zijn als hij zelf wil. Dus hopelijk speelt Wright donderdag ook weer lekker eigenwijs, want dan is de vierde wedstrijd van de finale reeks in Den Bosch.